Daar, op de punt van de stadswerven, daar moet ze komen te staan. En dat zou er dan ongeveer zo uit gaan zien. In de late middeleeuwen stond een reusachtig houten beeld op de kop van de wijnhaven. En dat was een vrouw, een stedenmaagd, die het stadsvaandel droeg. En dat was een reusachtig beeld. Het houten beeld is verdwenen, maar u wilde nu een van staal. Ja, het feit dat Dordrecht straks 800 jaar bestaat, dat lijkt me een prachtige aanleiding om dat beeld weer terug te brengen. Bijna op dezelfde plaats, nu die concentratie van de stad is verlegd van de wijnhaven naar de Merwede, naar al dat scheepvaartverkeer vanuit het Roergebied richting Rotterdam. En juist op die plaats om daar een markant beeld als een reïncarnatie van Hanneke van Dort te plaatsen. Dat is mijn opzet. En de Dordtenaren moeten het dan schenken aan het stadsbestuur. Dus ze moeten het ook betalen, crowdfunding. Ja, en alleen de Dordtenaren die dat willen. Hè. Dus niemand hoeft te roepen van, oh, wat een duur beeld en dat gaat van onze centen. Nee, gewoon degene die enthousiast is. En die zijn er dus. En ik hoop ook zo dus dat scheepvaartgelieerde bedrijven het aardig vinden om dat beeld eventueel te sponsoren. En het lijkt me voor schippers ook prachtig als je Dordrecht langskomt en je ziet dat herkenningspunt. Ja, dit is natuurlijk echt een icoon als het op die plek komt te staan. Ja, het is het vrijheidsbeeld van Dordrecht, zou ik bijna willen zeggen, als het er komt. Ja, het heeft dus een veel bescheidener proportie dan het vrijheidsbeeld. Het vrijheidsbeeld is 94 meter hoog. Maar Hanneke wordt ook een meter of 20 hoog, zeker met sokkel erbij. Ja, nou en ik vond dat je eigenlijk om dat beeld heen moest kunnen lopen om ook gewoon over dat prachtige, die rivieren viersprong te kunnen kijken. De gemeente Dordrecht vindt het een sympathiek plan, maar onderzoekt nog of het echt mogelijk is.